Het is de taak van de overheid om gezondheidszorg toegankelijk te maken voor elke Surinaamse burger. Een manier om te voldoen aan deze plicht is door het vestigen van ziekenhuizen en polyklinieken in verschillende districten. Enkele dorpen in Brokopondo hebben vanaf nu meer toegang tot gezondheidszorg dichtbij huis. Met de opening van een polykliniek te kilometer 65 aan de Afobakaweg te Dankbarkondre hoeven bewoners van Klaaskreek, Nieuw-Lombe en andere gemeenschappen niet meer urenlang te reizen voor medische controle. Ruud Visser, voorzitter van Stichting Quarantijn, zegt dat de bewoners van Brokopondo geholpen moeten worden aan medische zorg binnen handbereik. Ja, eindelijk zou ik zeggen bereikbaarheid van medische zorg. Ik had begrepen, was een vraag ook bij de DC. Hebben we aangeboden, wat kunnen we voor je doen? Hij zei, allereerst zou ik graag een poli willen hebben in Brokopondo. In ieder geval bij de Afobakaweg, waar veel ongelukken gebeuren. Maar ook in dit gebied, waar heel veel mensen geen arts hebben. Dus daar hebben we nu in voorzien. Nou ja, dat is afhankelijk van natuurlijk de artsen. Maar nu zitten we, de teller staat ongeveer op 450 patiënten die zich aangemeld hebben. En er zullen nog meer volgen. En er komt ook een combinatie met het dorpje Company Creek. Daar wordt een dependanspoli wordt daar gebouwd. En dan gaat de arts ook van hier twee ochtenden ook naar Company Creek. En dan zal het aantal patiënten rond de 700-800 liggen. De poli kwam tot stand via Stichting Quarantijn, het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport en het ministerie van Volksgezondheid. Poliarts Joyce Sojal geeft aan dat zij trots is om een bijdrage te kunnen leveren aan de bevordering van de gezondheidszorg in het bestuursgebied. En ik vind het heel erg leuk om hier op deze poli te werken en jullie lichamelijke gezondheid een beetje op peil te houden. Behalve alleen het medische, ik hou van voorlichting geven. Iedereen krijgt mijn appnummer als je iets wil vragen aan de dokter. Dokter, wat moet ik doen? Dus daar sta ik allemaal open voor. Ik heb 35 jaar gewerkt bij de RGD, dus ik weet wat het reilen en zeilen is een beetje. Ik wil de stichting heel hartelijk bedanken voor dit mooie initiatief. En dat ik van de buurt ben geweest en dat ik dit mag meemaken, dat gezondheidszorg steeds dichter bij de mensen komt. De bouw van de poli kostte volgens Visser ruim 150.000 euro en duurde ongeveer 8 maanden. Daarnaast is er achter de kliniek ook een woning voor de arts opgezet.